maar even, hè, tegenwoordig nu, hè, zo in één keer. Zonder angstig te zijn. Zonder je ogen dicht te doen. Zo, dat doe ik maar eventjes, hè. Ja, ja. Is het bijna goed zo. Karin. Sorry. Oké, okay. We are ready. Yes, ik wel. En ik heb nieuwe schoenen trouwens. Oh hè, dat... mijn god, oh mijn god. Nou, oh mijn god, het is wel mooi hoor. Ja, het is ik, mooi. En ik heb er drie van. Zijn ze stug? Nee, ze zijn lekker soepel. Goede reisschoentjes. Ja, daarom heb ik hem ook gehaald. Karin heeft er nieuwe reisschoentjes aan. Daarom heb ik hem ook gehaald. Dat zijn de raceschoentjes. Net zoals Max Verstappen zijn raceschoentjes heeft, heeft Karin ook de raceschoentjes. Alleen mag Karin niet echt racen. Niet, jammer. Drive en dan van handremmen. Ja. Alles goed, stoel, spiegels, de hele... Nee. Is goed. Die is nu ook goed. Hey, ik hoef er niks aan te doen nu. Besloten groenvoorziening alleen toegankelijk voor huurders van Den Haag. Ja, precies. Dus je mag hier zitten met je stoeltje. Ja, ik wel, ja. Ik niet. Tenzij je me uitnodigt. Ja. Dat doe je niet natuurlijk. Jezus, Karin, wat heb je met je haar gedaan? Ja, mooi, hè? Zien jullie dat? Zien jullie dat, jongens? Ja, maar dat weten ze al. Welke kant wil je nog even recht doen? We gaan door de Zuidwindentunnel. Oké. Okay. Richting Rijswijk. Oké. Kijk maar hoe je het doet. Ik neem niet aan dat je het navigatiesysteem nodig hebt. Nee hoor, door de Zuidwindentunnel is prima. Dan ga ik zo meteen lekker terug. Hier wil je niet zo hard overheen. Ik heb gisteren nog zitten kijken naar vloggers, want ik word daar moe van, zeg. Hoe bedoel je? Is dat zo? Bek staat niet stil. We weten dat mensen ook weer riksen of zo. Riksen? Riksen? Ken ik niet. Ja, die zit hoofdzakelijk met reisdingetjes. Ik heb een loontje. Ja. Bek staat niet stil in die gebied. Niet? Oké. Of het draait ook nog in beeld. Is dat zo? Dat is wel leuk. Zal ik hem eventjes klem zetten? Ja, doe maar. Geen tremmetje? Nee. Nee. Hatsen vast. Kijk, zo doen we dat. Kunnen jullie het nog volgen allemaal? Ik hoop het wel, ja. Het was een legal U-turn. Yes. Ik wil wel dat je goed even op mij let, want ik heb gisteren namelijk, hoe heet dat? Dit in de was ook even te fout wat ik nou net deed, maar oké. Ik heb dus namelijk gisteren een injectie bij mijn lies gehad, eigenlijk, een soort van. Omdat dus een zenuw hier precies en bij mijn... dat is oud. Knel zit, ja. Dat is heel erg oud. Daarom. Had je het toch over? Ja, 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 maar ik heb 9 augustus heb ik dus ook een injectie gehad, maar gisteren kreeg ik het pijn. Botox? Nee. Ik ga hier langs. Ja. Dat is een brommobiel. En... Ik wou net zeggen, ja. Zeg, ik ben een lijk achter het stuur. Piet! Oh! Mag ik niet zeggen. Je hebt goed gekeken binnen spiegel en buiten. Yes, dat heb ik gedaan. Nee. Nee. Zet jezelf buitenspel. Nee. Die ga
sneller. Ja. Hoop je. Deze wel. Ik zeg aan. Dat lijkt, dat scheurt lekker door, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. Maar er bleef gisteren één stoplicht en er bij de mal alleen maar op rood staan. Alleen maar rood. Okay. Ik zei tegen Rook van, zie je ergens wat staan? Nee. Gewoon door. Echt gewoon bijna een kwartier, hè? Gewoon op rood. En terwijl ik dus naar het ziekenhuis moest, ja, daar. Ga dan maar lekker door rood rijden. Doei. Dan ben ik er klaar mee. Was het morgens vroeg? Of nee, s'avonds. Huh? Stond hij wel op de draadjes? Ja, daar stond hij inderdaad op, ja. Ik zit helemaal niet buitenspel. Ja. Zo, wie zet nou wie buitenspel? Ja. Yes. Ja, het meest rechts, hè? In principe. In principe, ja. Niemand door rood. Nee. Niet bij de brand in de binnen. Niet! Jammer, wat ik net doen, Piet. Maar als vlogger mag je toch geen reclame maken? Jawel, dat mag wel. Die Giet maakt er lekker reclame voor. Correndon, weet je wel. Die, ja, dat mag. Als je ervoor betaald wordt, ja, dat mag. Oké. Okay. Voor HEMA en voor Action. Ja, wel. Als je gewoon ook in je beschrijving zet, als je er inderdaad niet voor wordt betaald, moet je dat ook gewoon onder in je beschrijving neerzetten. Net zoals ik heb dus een samenwerking en met mijn kapper. Ja. Ik hoef maar de helft te betalen. Nou, dat is een soort van samenwerking. Ja, ja. Oh, irritant dat ding, hè. U rijdt zonder licht in een tunnel. Mag dat? Ja, het is niet handig. Zou ik het zo zeggen? Maar hier lekker remmen. En achter ons ook hoor, er zonder licht. Je mag niet te lang naar rechts gaan. Nee, dat weet ik, maar ik wil daar. Rijswijk, hè, zei je. Dus ja. Dan wil ik gewoon. Kijk, want iedereen die rijdt hier. En je rijdt hier mooi door. Ja. Kijk, kan ik daar zo meteen weer op? Tussen. Niet te lang wachten. Nee, daar ben ik ook niet van plan. Leuk, ja.
Wat heb jij gedaan, Piet, in die tijd? Weekend zijn we naar Van Holland geweest. Oh, broodje warm vlees. Naar de wat? Broodje warm vlees. Oh, lekker. Met pindasaus. Ja. Een beetje gezeten daar aan de boulevard, de bootjes, de containerschepen die langs gaan. Ja. Zaterdag moesten we daar maar even naar de Action, twee tafeltjes halen. Ja. Tussen boodschappen gedaan. Ja. Ja, gisteren om 11 uur ging ze weer naar huis, dus is maar kort geweest uit. Misschien, oké. Okay. Er zit niet veel muziek in. Yes. Kan. Ja. Wauw. Wauw. Het is nog geen blokmarkering. Nee. Dan mag het niet. Nee, maar sommige. He? Hier mag je er wel rechts in halen. Ja. Maar hier, dit zijn juist dingen waar veel gewisseld wordt. Oh, ja, moet klopt. Op. Oh, jij moet erop. Ja. Ik vind het een hele rare regel. Ik ook, maar ja. In Amerika ook, heb je 3, 4, 5 rijstroken naast elkaar. Ja. Je mag gewoon in het midden rijden. Dan word je rechts ingehaald. Dat mag daar. Dat is geen probleem. Nee. Voordat je doorstroomt, dus je hoeft niet steeds in te halen. Nee. Nou niet doen. De kans dat je wel buitenspel zit. Ja, dat weet ik. Omdat Karen zich niet gauw buitenspel zet. Nee. Ja, joh, knal hem nog even voor. Zag je nou? Zo! Rijswijk S. Ik denk toch wel weer dat het drukker is geworden. Joh. Het is nooit echt rustig geweest. Nee, maar je merkt het wel. Inderdaad. Maar waarom doe jij je mondkapje dan nog niet af eigenlijk? Ja, zo misschien. Oh, zo misschien. Ik ben toch alleen gevaccineerd. Oké, okay, ja. Iedereen die kan het nog krijgen, Piet. Maar het hoeft niet met die mondkapjes. Dus pleur hem lekker af. Tijdens het examen of tussentijds de toetsen moet het wel. Ja, zelfs de examinator heeft handschoentjes. Ah, wauw. Ja. Laat er niet zo'n toeval over. Oké, okay, wauw. Dat gaat me te ver. Toch wel? Maar ik krijg er verschrikkelijke zweetwandjes van. Ja, nou, dat hoeft voor mij ook niet hoor. Kijk of er niemand op de boot brengt. Nope. Kost dat normaal al die kleurtjes? Dit kost bijna 150 euro. Jezus. En jij krijgt voor de helft? Minder. Jezus. Zelfs minder. Hoe lang is het daarmee bezig dan? 2,5 uur. Jezus. Zo knal eraf.
En maar deze kapster is en is ook gewoon leuk en gezellig hoor. Domme pret. Yes. Hoppa. Ja, ik zag hem al. Yes. Stoute fietsertjes die doorrijden. Nou. Altijd nachecken. Yes. We hadden een heel kort bochtje. Geen voetgangers. Nee, ook niet. Zijn. Ja, daar. Die gaan die kant op. En dan hier er weer in. Yes. Okay. 1, 2, 3. Okay. Yes. Locatie kijken. De prik, nee, de, en de test, dat is hier. Deze. Waarin behaal? Ja, in die hal, ja. Ja, als je op vakantie bent, heb je nog steeds volgens mij een PRC-test. Yep. Hoe heet dat? CRP? PRC. Zo, maar dat is in de Rotterdam. Jeetje, mina. Maar hier wil je dan ook niet met 30 overheen? Nee. Nee. Niet goed voor jouw haar. Niet goed voor mijn haar, zegt hij ook nog. Wauw. Geen gehoor is rechtdoor. Geen gezeur is rechtdoor. Yes. Niemand, nee. Mensen, dit is geen fijn hobbeltje. Dat kan ik je vertellen. Creatief verkeersdrempeltje van de gemeente Rijswijk. Oh, een creatief drempeltje. Dit is een normaal drempeltje hier. Nou, normaal hier niet, nee. Nou, hij gaat parkeren. En hij staat hier toch. Dit is postbode. Er staat daar een hele mooie auto, een zwarte. Ja. Deze oude. Ja. Ja. Maar die is helemaal vol met... tering zo. Zo, en bedankt voor wat je... Wat is, ik heb geen idee. Mag ik daar even een piepje overheen zetten? Dankjewel. Ja. Kunnen ze daar ook nog op pakken? Ga je echt serieus inhalen? Wauw. Ja, dat is jouw uitlaat. Franse auto onze kant. Oh ja? Ja, gaan we weer terugrijden. Westeinde is dat. Ja, daar.
links. Ja, dat is. Yes. Ja, nou ja, oké. Okay. Niemand. Nee, mooi. Ja, dan doen we het niet inparkeren. Nou, dat gaat het niet worden. Aan zijn hoek te zien. Aan haar hoek te zien, ja. Nou, je zit nu tegen de stoep hoor, echt. Hè? Je zit nu tegen de stoep. Ja. Echt. Oké. Okay. Geen voetgangertjes hier of zo. We gaan eens even kijken of er aan komt. Een fietsertje, maar daar kan ik nog wel voor. Maar zo. Ja, en dan heel goed opletten, want dit is ook een busbaan. Heel goed. Ja, dat weet ik. Letten jullie op, dames en heren. Trap hier niet in. Niet rechtdoor de busbaan op, maar hier. Ja, ik laat het even zien, omdat jij niet bezig was. Dus. Ja, dat is leuk. Horen, zien en zwijgen. Dat heb je er niet uit... Nee, dat heb ik er niet uitgeknipt. Nee hoor. Autootjes. Nope. En dat ik ook alles zie, alleen ik zie soms een beetje te veel. Dat komt door je ADHD. Yep. En daar word ik soms ook een beetje onzeker van, hoor. Te veel informatie. Ja, te veel. Ja. Aan die kant op waarschijnlijk. Toe de rechts. Ja, dat dacht ik al. En daar kun je niks aan doen. Je hebt er geen medicijnen voor. Nee, want ik word er alleen maar drukker van. Zal ik je vertellen. Dat is ook allemaal troep ook natuurlijk. Hè? Ja, daarom. Dus zeg je maar wat voor of het nodig hebt met de vraag. Je moet gewoon mee leven, het is zo. Yes. Ik ga nou niet. Daar groei je niet overheen of zo? Nee, ik ga niet inhalen op dit moment. Veiligheid voor alles. Rechtop? Bij geen gehoor. Er is het rechtuit. Zo lief ben ik ook wel weer op, Piet, om dan met deze wegwerkzaamheden niemand in te halen. Veiligheid. Geef je maar toe dat je op negroïde mannen valt. Laat me niet lachen. Pas op, hè. Nou, ik vind een negroïde mensen mooi, tuurlijk. En vooral vrouwen, want die kunnen echt alles hebben en qua kleding. Echt alles. Daar staat er iemand met knipperlicht, die gaat achteruit. Dus... Achteruit gaan keren, want ze niet achteruit gaan. Nee, die gaat denken keren. Zo ver kijk ik dus al, hoor. Zo. Yes, ik mag gokken. Dan zie je waar je op afkomt, dan kun je dan kijken. Om nou te zeggen, het is een handig plekje waar die staat. Nou, nee. Wacht hij op iemand die weggaat. Zelf al bedacht, een beetje. Knippertje als het oké. Yes. Rijden. 30. Waarom? Omdat het een winkelgebied is. Ja, overstekende mensen. Yes. Uitparkerende mensen. Zit die vast, jongen? Ja. Daar heb ik daar geen moeite voor om het weg te halen. Nee. Rechtdijk, zebrapaden. Ja. Kijk, daarom rijd ik ook rustiger dan 30. Je weet het. Zwarte nephouding. En alles wat uit een zijstraatje komt. Laat het maar gaan. Ja, is goed. Ja, inderdaad, rechts heeft hij het wel. Yes. Geen voetgangertjes hier. Nee, niet. Nog. Voorrang, ik niet. Nou, een truusje. Doe maar, is niemand over? Nee. Jee. Hoogvliet.
bewezen de goedkoopste. Nou, denk ik niet. Nee. Ik ben een week daarvoor ben ik naar Lidl gegaan, ongeveer dezelfde aantal boodschappen, soorten boodschappen. Ik was volgens mij 12,50 minder kwijt. Ja, nou dat bedoel ik. Ja. Nee, maar helemaal als ik het moet gaan vergelijken, want ik ben wel vaak in Den Helder, maar ik heb daar boodschappen gedaan. Ik was veel meer kwijt en voor dezelfde boodschappen als dan wat ik bij de Jumbo haal. Ik ben dan sowieso 30 euro en goedkoper kwijt. Nee, dat is geen kattenpis. Nou, die auto gaat waarschijnlijk af voor de fietsertjes en de pommetjes. Yes. Oké. Nou ja, ik moet zeggen, de kwaliteit vind ik wel ietsje minder hoor, bij Lidl. Ja, dat wel. Maar het is misschien uitkienen als je moet nemen. Mm-hmm. Is het hier nou gratis om deze wijk aan deze kant of niet? Gratis parkeren? Weet ik niet. Ik zie ook geen palen staan. Ik zie helemaal niks qua betaald parkeren of zo. Ja, daar wel. Ja, Steenvoordelaan. Ja, oké. Okay. Maar waar is die paal dan? Je moet dat via je telefoon tegenwoordig doen. Als je een telefoon hebt. Ja, nou dat bedoel ik. Hey, helemaal niks. Dwingen je maar, hè? Ja, dat is goed. Rechts. Ja, echt, hè? Ja, het is wel raar dat er nergens een paal staat. Ja, dat gaat echt snel. Wat denk je van de wegenbelasting? Mij! €1000 per maand of zo? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, het zijn meestal zakelijke dingen. Ja. Glazen wassers of tuin. Daar mag je niet. Oké, mooi. Je wilt rechtdoor. Mag dat? Dat mag wel, maar het is niet handig, zeg maar. Zou die leswagen gaan doen? Geen idee. Is dat wel een parkeerding, Paul? Ja. Dat moet je dan ook maar weten. Zo, die gaat ook achter me. Maar dan denk ik weer die kant op. Ja. Yes. Geen fietsjes. Achter de bosjes vandaan. Nope. Geen autootjes. Ja, daar. Mooi. Rust en vrede in Afghanistan. Minister De Jonge is nog niet helemaal tevreden met het voetbalpubliek in de stadion. Niet. Afgelopen weekend ging het beter dan vorige week, maar het kan nog beter. Beter, ja. Zegt De Jonge tegen Hart van Nederland. Links bij de verkeers ligt. Daar staat nog steeds een aantal stadions. Paal. Ja, hier, ja. Ja, moet je maar weten. Is natuurlijk ook moeilijk. Ja, nou dag Hugo, geen zin in jou. Doei. Ja, echt, sorry, ik heb daar geen zin in. Zo. Wat ga je aankomend weekend doen dan? Dat weet ik nog niet. Dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet. De plannen heb ik zelden wat van tevoren. De vakantie zit er ook voorlopig niet in. Nope. Ik zou het wel willen, een weekje Griekenland ofzo. Ja, ik zag hem al. Wat hadden we al in de straat? Twee doosjes van dat benzineklepje. Ja, echt hè? Ik zag hem al, die bord. Dan kan ik wel gaan gas gaan geven, maar nee. Dat heeft helemaal geen zin. Niks. Yes. Of je rekt met dingen uit. Ja, nou daarom precies weet dat. Je weet dat er in zijn dashboardkastje ligt en een pistool misschien. Ja, echt hè? Verboden om hier te... Toren. Nee, de toren. Ik heb niemand achter me. Dan ga ik ook niet oranje, geen zin in. We rijden vroeger met de Twingo naar Italië toe, hè? Ja, echt hè? De enige pech die we hebben gehad was een rechte achterlicht. Oké.
Maar ja, die dingen hebben niet veel puff, hè. 60 pk is de poep op. Dus in Duitsland loopt het allemaal een beetje zo. Dus je moest echt een aanloop nemen om die berg te halen. Ja. Dan zakt hij helemaal terug en dan moet je helemaal naar rechts tussen de vrachtwagens. Ja, die krijgen er gewoon niet vooruit. Nee. En zonder airco. Ja, ook dat nog. Niemand eruit, helemaal niemand. Knop, 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 top. U ziet het blauwe bordje met de tijden. Yes, ik zie het al. Juist. Parkeerzone. Yep, ook dat. Huis de Landenlaan, oké. Okay. Zo, die auto is vies. Nee. Die stond er ook al, die staat de hele tijd volgens mij. Ja, of tegen. Ja, nou dat bedoel ik. Volgens mij moet je toch ook verzekerd zijn en wegenbelasting betalen. Ja. Ook al rij je er niet mee. Ja. Nou. Niemand over de voetgangertjes, nee. Den Haag is best een groene stad. Ja, niemand oversteken, nee. Ja. Oh, komen we hier weer uit? Ja, oké. Spoorwijk. Ja. Geen fietsertjes meer. Nope. Daar. Dan moet je telefoontje bezig. Ja. Daar een staartje. Je mag hier niet dat echt is. Het is allemaal weer nieuwbouw. Wauw. Ja. Eigenlijk heeft die mevrouw een voorrang. Ze is slecht daarmee. Ja. Dat is me niet zo. Officieel heeft ze voorrang. Officieel gezien. Ik zeg dag mevrouw. Ja. Is die man slechter bij je dan het valt van mij? Die man is niet slechter daarbij. Nee. Links en dan meteen weer rechts. Links, rechts. Als hier heel veel bus staat, zie je het niet. Nee. Het is ook één richting, dus ik kan van die kant af. To the right. Yes. We hebben wel nog even zon gezien. Heel even. I'll follow the sun.
1,79. Het wordt maar niet goedkoper, hè? Nee, het gaat alleen maar weer duurder worden hier. Schat. Dat is gewoon niet fijn. Als auto snelweg is het duur, hè? Het staat bijna 2 euro. Ja. 1,99.9. Ja. Dat is het meer. Bijna 2 euro voor een litertje benzine. Jezus. Nou, bij die 1... Als je naar de Gamma eigenlijk wil, daarbij Leidseveen. Ja. Daar, en daar is het al over de 2 euro. Ja, is het zo. Ja, maar dat is super, hè? Super. De V-Power is al 2 euro. Ja. Dat is ook niet tank. Heeft geen zin. Nope. Heeft ook geen zin. Het verkeerslicht springt op groen voor linksaf. Kunt u dan nog tegenliggers verwachten? Nee. Nee. Nee, dat heeft niet met wat te maken. Geen tegenliggers krijg je nu, geen voetgangers, geen fietsers. Ja, maar alsnog, je moet wel altijd opletten voor... Ja, en ik... Ja. Mag je eigenlijk niet eens op de VLP of de kruising staan? Noodspreekwet. Ja, maar... Bij de mal, kom op. Dat staat daar zo vaak. Die kruisingen, schei uit. Kan je niet parkeren in die straten achter als het zo is? Jawel, maar als... Mensen zijn er niet blij mee, hè? Ik heb gisteren ruzie gehad en met een beveiliger, Piet. Ruzie? Ja, maar ze kunnen er niks aan doen. Nee, maar wij waren dus boodschappen aan het doen. We waren iets vergeten, maar omdat ik dus al pijn had, ik kan dan niet meer lang staan op mijn been. Gewoon niet. Ik moet dan zitten, maar dan hoog. Dus ik had zoiets, nou dan ga ik op een impacttafel zitten, weet je. Komt er al zo. Wat zijn we aan het doen, mevrouwtje? Daar is het niet voor bedoeld. Het is geen bankje. Straks breek je het af en wie gaat het dan betalen? Ja, nee. Echt van, u moet nu afstappen. Afstappen. Ik zei, nee. Ja, maar dat is geen sitpex. Ja, dus en voor mij nu wel. Donder een eindstraal in je op gek. Ja, maar dit en maar dat. En dus een impacttafel. Ja, en dus. Ja, vertel. Hierin zometeen. Ja. Yes. Ik zei, luister, ik heb pijn. Wat begrijp je niet? Ja. Geen fietsjes, geen bommetjes. Nou, dat is hier een heel kut. Ik kan ik je vertellen? Nee, niemand. Kijk, wat daar vandaan komt. Ja. Ja. En dan gaat hij bellen. En naar de meldkamer. Maar ik zie die camera zo in één keer draaien waar ik zit. Dus ik zeg nog tegen die beveiliger. Ik zeg, luister, mijn vent is ook een beveiliger hoor. Terwijl ik... tegen de privacy. Nee, maar dan moeten ze kijken van, hè, van waar en waar het is, weet je wel. En het probleem om dus beveiligers te sturen. Maar ja, ik moet die kant op, dat is mooi. Wacht, ik had die ook. Aha. Ik moet wel opletten. Er zit geen steen in. Komt hier. Mooi, ik kan doen, ja. En de erfvolgen zijn ik of wat. Nee, of niet. Mooi. Maar het is goed afgelopen. Nou, er is niemand geweest, want ik was er gewoon klaar mee. En ik heb hem nog uitgescholden ook. Ja. Dat moet je niet doen. Jawel. Als je... Een beveiliger moet zien of en of het iets medisch is. Ja. Hij komt niet even naar me. Je kan toch simuleren? Hè? Je kan toch simuleren? Yes. Denk je net alsof je wat hebt. Dat kan ik ook. Ik kan ook ineens bang gaan lopen. Nou, nee, ik kan niet. Dat is niet wat ik dus doe. Nee, maar een beveiliger die moet het eigenlijk zien. En je moet eigenlijk naar de toegang van... Hey,
mevrouw, mag ik u wat vragen? Waarom zit u hier? Heeft u iets medisch? Of moet ik helpen? Of nee, het is gelijk. Ja, eventjes even van die tafel af. U mag daar niet zitten. Ja, sorry, maar dan ben ik er ook klaar mee. Kom dan gewoon even netjes naar mijn. Een manier van doen, beviel je? Nee. En ik weet hoe de hele ruitemeteut werkt. Dus in die hele beveiliging zit zo. Dus ga maar niet vertellen hoe het moet. Ik laat me wel overal heen en weer rijden, meneer. Rechts. Dat houdt je bezig. Ja, ik heb het in de gaten. Een leerling die heeft een rijbewijs, maar omdat hij heel weinig gereden heeft. Ja. Hij is boa, hè? Oké. Dan neemt hij een paar herhalingslessen om een beetje oefening te krijgen. Ja. Als je het verhaal van hem hoort, dat is geen fijn baantje, hoor. Nee. Nou, ja, mooi. Kijk, normaal dan scheld ik niemand uit, maar als je al zo doet tegen mij, nee, sorry, maar dan. Dan schiet je in de verdediging. Ja. Dat is ADHD, hè? Echt. Ik ga niet maar iets zeggen wat ik moet terwijl ik krempeer van de pijn. Maar je gaat niet net, je gaat net nog niet matten. Nee, dat nog net niet, nee. Dat lijkt me ook wel kick, hè? Gewoon mijn aanhanger om te kijken of dat wat is. Ga maar eens achteruit de bocht om met zo'n ding. Nou, met Eurotruck Simulator, dan kan ik dat wel, hoor. Mm-hmm. Dan krijg je ook wel iets van een feeling, maar het is niet zoals wat het nu is, weet je? Nee. Je moet ook op het verkeer om je heen letten als je achteruit rijdt. Ja, of juist in de vrachtwagen. Nee, dat is ook leuk. Het echt. Maar goed, 2 weken geleden kregen ze een melding binnen van er stonden 12 auto's verkeerd geparkeerd. Met 2 wielen op de stoep. Ja? Nou, mag niet, klaar. Punt. Nou, hun erop af en binnen een kwartier hadden ze €1200 verdiend. Dus de keuring kost €100, hè? Plus €9 administratiekosten. Het is dat je het weet. Oké, ja, dat weet ik. Die 9 euro. Dat dus af en toe lachen ze zich rot natuurlijk. Maar ja, het wordt ook van rotte vis uitgemaakt. Hè? Ja, je wordt hier van alles uitgemaakt. Maar kijk, met daar is ik al normaal vloek ik niet. Weet je, of ik scheld geen beveiliger of een boa of een politieagent uit. Maar als jij al naar me toe komt van ja, en dit moment. Nee, sorry. Maar dan heb je het ook bij mij gedaan. Dan ga ik ook. Agressie hier. Dan wel. Ga gewoon niet zo doen. Klaar, punt. Allemaal nergens voor nodig. En als jij dat kan en dan doe ik het ook. En dan ben je gewoon niet ingeschikt als een functie, als beveiliger, punt. Twijfelde je even, Karin? Een beetje. Want ik moest even kijken van, oh ja, die zit daar. Je ziet het aan voor een middenbeen en dan denk je, nou, ik neem braaf de meest rechtse weg. Net goed opgepast. Nee. En hier mag je dan nog switchen? Ben je wel laat. Ja, dan ben je heel laat, maar van de week moest Rob ook eventjes, want mijn NAF, en we moesten ergens naartoe, in Rotterdam, en mijn navigatie was te laat om iets te zeggen van waar we naartoe moesten. Ik zat tegen Roof, want toen stonden we ook verkeerd voorgesorteerd. Ik zei, mag eigenlijk niet, zeg maar er staat nog niemand achter me. Ik zei, achteruit rijden en daar staan. Ja, het mag niet. Ik zei, zie je politie of zo? Ja, ik zei, nee. Doei. Dag. Ja, en dan ben ik er gewoon makkelijk in. Doei. Ik zei, jij hebt je rijbewijs al heel lang? Ik zei, ik niet. Ik zei, dus doe maar gewoon. Oké. Ja, oké. Nee hoor, hij kan ook gewoon in één keer gewoon door rood rijden of zo hoor. Nee, maar echt, zo'n verkeerslicht die stond al... €259. Ja, maar ja, we stonden echt al serieus 10 minuten hè. En voor een verkeerslicht, ja sorry. Ja, daar staan geen camera's. Nee, daarom. Ja. Vandaag of morgen staat er eentje. Nou, niet daar. Geen trammetje in dat. En wat kost parkeren op een invalide plek? Genoeg, te veel. Heel veel. Ja. Die kant op denken. Rechts. €400. Ja, en €9 administratie. Ja, en joehoela. Plus €300 wegslepen kost. Oh ja, zwaar. Ja.
Dus je mag 700 euro aftikken. Waar gaat u naartoe? Wat wilt u? Wat zoekt u? Recht door. Mooi. Niemand meer. Ik ga even tussen lopen. Dat dacht ik al, meneer. We gaan linksaf het parkeerterrein op van Grote Vrienden. Hik met jou, echt waar. Niemand eruit. Karin heeft nog steeds geen afspraak gemaakt voor de theorie-examen. Nee, helemaal niet. Nou, je zit er bijna in volgend jaar, hè? Ja, dat is fijn. Dat is heel fijn. Scherpe bocht. Ja. Staat de bewaking. Ja, dat is fijn voor haar. Dag! Niemand eruit. Mooi. En dan moet ik niet op de stoep, op en op, juist, daar. Voetpad. Nee. Rechts. Oh ja, oké. Okay. Hoeveel camera's hier? Fietsertje, toen naar mevrouw. Ik had u al gezien. Lekker handig die dingen op de stoep. Nou, nee. Autootje, maar mag ik daar niet staan, dus ik moet hier staan. Niemand meer. Red je het? Nee, dat ga ik dus niet doen. Zij is daar, mooi. 1, 2, 3. En ja. Doei, mossel. Trein af, dag. Hé? Goedbye. Rechtdoor? Ja, mevrouw. Rechtdoor. Yes, mooi. En weet dat ene straatje door of niet? Nee. Niet? Rechtdoor? Oh, oké. Okay. We gaan weer rijstrekken. Ja, oké. Okay. Sure, hebben we weer achter ons. Yay! En van alle rijscholen op dit moment. Yay! Leaders. Ik heb Sjeur achter me zitten en ik heb er nog eentje achter me zitten. Die hadden mondkapjes op, die tegenliggen. Ja. Yeah. Dus is het een examen. Daar kan je ze nu aan herkennen. Het zijn hele brave rijinstructeurs. Ja, maar ik ga nog niet met een examen met mondkapje. Dan wacht ik nog maar even. Doei, mazzel. En laat eerst al die regels maar weer lekker varen. Dag. En dan zie ik wel weer verder. Ja. Ik ga niet met een mondkapje op zitten. Doei. Ben je gek? Het halve uurtje. Nee. Echt niet. Ik mag het niet eens op hebben. Voor mijn eigen veiligheid ook niet. Want ik krijg daar een angstaanval van. Dus ik mag er niet op hebben. Dus dan ga ik ook echt nog niks aanvragen niet. Nou, zie ik je wel in 2030, hè? Ja, schiet op schiet. Dat is prima. Ik wil die 53 op mijn teller hebben, maar dan kom ik daar tegenaan. Ik heb het slow voor je. Hè? Ik heb het slow voor je. Ik rij gewoon 46 ongeveer. Om toch die afstand in te krijgen. Maar. Yes. Bruggetje over. Ja. Goed ver vooruit kijken. Yes. Niet te dicht. Nee. Kunnen we? Ja, daar mooi achteraan. Waarom remmen? Oké. Misschien heeft hij net zijn rijbewijs opgehaald. We blijven toch er netjes achter zitten. Hij rijdt wel erg angstig. Huh? Hij rijdt wel erg bang.
Heel, ja, daarom. En dat doe ik nog niet eens in een autorijden. Ja, je weet wat ik wil zeggen. Kijk, alleen ik blijf er gewoon even netjes bij. Kijk, en nou kan ik er rustig omheen. Kijk. U geeft richting aan, moet dat? Nee. Het is gewoon een bocht. Leuk, net zo. Wij hebben voorrang, hè, wit. Ja. Ik zit er altijd mee te hangen. Waarom weet ik niet? Dat denk ik wel. Oh, hier moet het eraf. Ja, ja, en dan nu al. Links. En dan hebben we nog auto, mobiel. Zie ik dat goed? Mobiel. Ja, auto, automaat. Hé, hey, okay. Bel op. Hè? Bel op. Ja. Oh. Tuurlijk. Het is echt een pit, hè? Ja. Tegenlichtjes mogen eerst, maar yes. Die zijn er niet. Ik zat even weer te zoeken van waar is je toeter en in één keer pak jij hem. Aha. Zo vaak gebruik ik dat ding niet. Nee, dat niet. Nee. Rechts. Yes. Dan kan je ook nog een flinke curve krijgen om nodig toeteren. Ja, maar dit mag, denk ik, of niet? Mag dat ook al niet meer? Het is de afwending van dreigend gevaar. Ja, als die lang stil blijft staan. Die auto's achter me, die zien dat groene licht. Dat kan natuurlijk gevaarlijk. Niemand meer? Oh ja, ah. Je moet ook een mondkapje op hebben als je theorie-examen gaat doen. Ja, nou, dat wil ik. Nou, dat ga ik niet doen. De koekoek met ze. En ik zit op een voorrangsweg. Maar we komen volgens mij nooit af van corona. Nou, nee. Dus Nieuw-Zeeland neemt het ook weer toe. Nou, neemt het altijd. Ja, maar overal. Ja. De cijfers, daar snap ik soms niks van. Dan is de ziekenhuisopname weer gestegen. En dan is het weer dit en dat. Ja. Zij gaat remmen. Ga maar. Ja, maar die hommel ook. Ga ik niet altijd wat overheen, dat weet je. Het is niet mijn eigen auto. Dus ik heb wel respect voor even allemaal's auto. Kijk, oké, als ik... als ons Alex rijdt in zijn auto en Rodi rijdt ook als wij zijn auto mogen, weet je, dan rijden we wel. Maar ook hobbels nemen we gewoon rustig. Gaan we niet als een jekko eroverheen. Kijk, wat Alex doet, moet je lekker zelf weten. Net als hier heb je ook weer een hobbeltje. Nou, dan heb je gewoon iets. Een hobbeltje van een likmevisje. Ja, maar alsnog. Je wil niet met je hoofd tegen het dak aan zitten, neem ik aan, denk ik zo, meneer. Links bij de verkeerslichten. Yes. Small steps. Wie gaat daar nou zitten? Maar ik niet. Dat zie je toch? Want ik zit hier in de auto. Ik zit tegen de muur aan te kijken. Is toch gezellig? Dan. Oh nee. Grappig. Oh. Heel veel mensen hebben dat, hè? Oh ja, ik moet auto schoen. Oh nee, ik moet wachten. In je ooghoek zie je iets groens worden. Ja! Kijk, nou mag ik. Ik zit op deze weg.
iemand ophalen zo? Jazeker. Oh! Mag dat weer? Ja. Sinds wanneer? Soepel, hè? Sinds wanneer? Sinds een paar maanden. Oké. Je woont hier ergens of zo? Ergens. Oké. En dan gaan we in dit straatje keren. Oh, is leuk. Keren. Schattig. Straatje keren. Nou, wat moet je eerst doen, Robbe? Nog voor het huis? Nee, het is van jou. Jij bent een rij-instructeur, niet ik. Niet te dicht bij die dingetjes. Nee, dat was ik ook niet van plan, meneer. 1, 2, 3. Dus ik moet draaien. Ja, oké. Straatje keren. Ja. Moeten de fietsers voor? Ja, dat moet. Ik moet sowieso fietsertjes voor laten gaan. Het is hier nog wel druk met fietsertjes. Nou, die oude is nog ver weg. Nou, die komt wel snel hoor. Kijk, heb ik mooi de ruimte zometeen? Ja, en hier is een reverse. Niemand. Dat was me dat. Terugsturen. Geen lantaarnpaal achter ons. Nee. Zo, dat was weer een hobbeltje. Dat was je voorbumper net. Sorry. Nee. Moet je de scooter voor laten gaan? Ja. Jazeker. Komt van rechts. Je wilt rechtdoor. Mag dat? Ja, nou, lijkt me niet handig. Nee, komt niet ver. Nope. Nee, dat is alleen maar voor lijnbussen. Is niet handig niet als ik dat ga doen. Nee, dat gaat niet goed met de onderkant van de auto. Nee, hè? Te koop. Nou, voor geen goud om hier te gaan wonen. Nee. Nee. Want die huizen liggen aan die A13, hè? Ja, dat bedoel ik. Dan. Ja. Ik heb een gratis gasmasker. Aanschaf van huis, gratis gasmasker. Hendrik de Keijer is weg in Raaswijk. Ja, oké. Okay. Dat zou ik ook niet willen. Nee, ik kan niet. En het geraas hoor je toch, hè, volgens mij. Ja, tuurlijk hoor je dat. Wat denk jij dan? Nee, niet aan denken. Aan het eind van de weg, linksaf. Ja, uitrit, oké. Okay. Veel mogelijk rechts op te stellen, opdat er nog een tegenligger aan kan komen. Ja, je ziet die auto's daar rijden in die ramen, dat is irritant. En een uitrit kun je ook nog hebben hier. Oh, bij IKEA. Aha. Ja, oké. Gaan we weer de snelweg op of zo? Of wat? Niet. Nee, wij gaan bij de verkeerslichten naar rechts. Ja, oké. Okay. Ik zeg zo. Maar je vindt mijn haar wel leuk dus? Huh? Huh? Nou, ik vind het heel kleurig, ja. Ja. Ik denk... 2,5 uur in de stoel te gaan zitten. Ik wel. Hoe lang blijft dat? Wanneer gaat het uitgroeien? Nou, dat is er nu al in principe mee bezig. Officieel gezien, als je het goed gaat bekijken. Ja. Links. Hier gelijk zo? Ja. Voorzitter, ja, kom.
Weet je wat ik eigenlijk ook eigenlijk eng vind? Wat ik ook wel eens een keertje wil doen. Dat is eigenlijk inparkeren, achteruit, vooruit, weet ik veel. Bij een gracht of zo, weet je wel? Waar het water aan mijn kant is. Man! Helemaal niks. Ja, dan heb je eigenlijk geparkeerd, stap je uit en dan struikel je plons. Ja, precies. Vond rode van je haar? Oh, nou, ik heb hem eerst gebeld. Van, okay. Vind je het oké? Okay? Ja. Nou, en dat vond hij. Nou, prima, dan ga ik het doen ook. Als hij nee had gezegd, had je het toch gedaan? Nee. Ja. Nee. Want Ro is een, autistisch. Dus ik zal echt met hem over moeten leggen. Daarin. Want hij kan niet heel snel tegen veranderingen. En dit is toch een hele grote verandering. Maar hij vindt het zelfs leuk, dus... Yes. Je ziet het net niet door die spiegels. Een beetje op de fiets. Die heeft alleen een strikje. Best voor je haar altijd gekleurd. Ja, maar zo vaak kleur ik het niet, hè. Het is gewoon ook weer leuke views voor YouTube. En ik ga hier niet uit over. Vrachtwagentje achterna springen. Weggetje hoor hier. Door de TU-wijk. Ja. Mooi. Dat is waar, ja. Wauw. Er zijn ook vrachtwagens en die dat ook doen, hè? Gewoon even zwaaien hoor. Dank je. Zwengt uit. Ik weet het wel zeker. Als je ernaast zit. Ja, daarom hou ik al nu al sowieso iets meer afstand. Doe maar. Dan krijg je een Titanic idee. Yes. En hij is niet zo heel snel. Dus... En dat
dat doe ik maar even, hè, tegenwoordig nu, hè, zo in één keer. Zonder angstig te zijn. Zonder je ogen dicht te doen. Zo, dat doe ik maar eventjes, hè. Maar wel door jou geleerd, hè. Want je weet hoe angstig ik was, hè. Oh. Maar moet ik op het nummerbord letten van vrachtwagens. Ja. Als er een PL'tje voor staat. Dat is een Pool. Of TR, ja. Turkije. Ja. Wat dacht je, meneer of mevrouw Audi? Red ik nog wel? Denk ik niet, meneer. Dat is een mooi spiegeltje, dan zie je gelijk ook je dode hoek deel. Ja. Nou nee, en je kan naar binnen kijken. Ja, bij die vrachtwagen. Ja. Ja. En maar dat spiegeltje. Daar zal het wel gedaan zijn, denk ik. Ja. Nee, kijk, muziek. Als ik muziek nou hard doe, dan heb ik dus weer een probleem met YouTube. Want dan wordt het dus mijn content niet geleverd. Ja, daar moet je allemaal op letten. Dat je dan illegaal muziek aan het promoten bent, weet ik veel wat. Ja. Buurman Stemra, whatever. Precies waar ik af moet remmen. Dat is ook inzicht hebben, hè? Ik geef dan nog niet eens mijn gas meer. Maak mijn poot van het gaspedaal af. Dat is rustig laten remmen, hè? Milieuvriendelijk. Ja, dat. Ja! Milieuvriendelijk, mensen. Het afremmen, gewoon je voet van het gaspedaal afhouden. Ja, groen links. Hè? Huh? Ja, groen links. Hè? Ja. Sinterklaasliedje gaan zingen, dan krijg ik straks een rekening van Stemra, Buma Stemra. Oh. Je mag wel iets zingen, maar het mag maar 3 seconden duren. Ah ja. Ja, serieus echt. Zie je geen seconde tussen, Dobe? Ja. Ja, serieus echt. Doorgaan. Ja, maar zond 50 was voor de uitrit. Ja, I know. Okay.
daar staat weer 50 dus. Ik doe helemaal, nu helemaal niks. Dat is niet veel. Hm? Dat is niet veel. Het is daar lekker druk. Oké. Okay. Nu nog. Wat is dat? Nee, het rijdt door. Nee, maar vaak heb ik deze ook dus mee in onze auto. Dan gaat Ro echt op deze ding letten op en op het groene licht. Want soms dan zie je het niet eens meer. En dan gaat hij daarop letten. Ja, zegt hij, en dat is toch mijn deskcam. ga ik daarop letten. Range Rover. Ja, en die trekt nog sneller op als deze. Een wedstrijdje mee aan willen gaan. Oh ja, dat is leuk hoor, een wedstrijdje aangaan. Verlies je toch? Nee, dat maar je staat toch alweer voor rood, dus. En wie staat als eerste voor het rode licht? Jij, niet ik hoor. €1,76. Het is hier toch alweer 50, dus voor dat ene kleine rotstukje. Daar sta ik wel achter je. Hey. Een haartje nog wel. www.autoszijnleuk.nl Ja. www.autoszijnleuk.nl mm-hmm. Ja, auto's zijn ook, die kunnen leuk wezen, ja dat klopt. Lelijk die Twingo. Ja, ik vind hem ook geen zak aan eigenlijk. Zijn Twingo. En ze hebben allemaal haast en ze willen allemaal een bekeuring krijgen, volgens mij hier. Knipperlicht of zo op je, bij je stuur. Die is te moeilijk. Die aan te doen. Het was het groen. Yes, mooi. Rijswijk in of gaan we zo de snelweg weer op? Nee, rechtdoor Rijswijk. Ja, ik denk, vraag me. Dat mag. Mag dat van jou? Nou, dan mag ik ook je pincode weten. Yes, je kunt heel. 3-1. Ja. Tuurlijk. Nou, wat heb je daaraan? Niks. Mag ik je pinpas dan ook vaak even? Ja. Als er een ongeluk gebeurt, is de ambulance er gelijk. Kijk, jij gaat daar staan, jongen. Prima. Ja, doe maar. We staan in de file voor het verkeerslicht allemaal. Kijk, en wie staat er weer naast me? De headbangers. Ja. Oh, wow. Heb je chance? Ja, ik heb chance, joh. Kijk hem maar voor je. Doe ik ook. Ja, die rijden door. Dus. Ja, maar ik niet. Want ik wil jouw naam wel goed houden, hoor. Die gaat toch de A4 op je. Een krap is een Fiatje 500.
Ja, joh. En geef mij maar dan gewoon een Renault Twingo. Die is een stuk groter als deze kleine Dinky Toys. Ik kan amper die honden achterin hebben. Ja. Maar we hebben vorige week onze banden even opgepompt. Maar die achter bij Ro, die moest echt wel. Die was 0,5 bar. Oeh. Ja, een beetje te zacht, hè? Dan zit er iets in die band. Ja, moet wel. Dus we hebben nu ook opgeschreven van wanneer we het op hebben gepompt. Ja. Dan uit de hand daarvan kan ik een indicatie maken van hoe lang... Een spijkertje ergens in zit. Ja, maar dan is het gewoon weer €25 uitgeven voor een ander bandje. Tot gerepareerd worden. Nee, dan nee. Dat is nog duurder dan een ander bandje erop knallen. En dan heb je weer gelijk beter profiel. Kijk. Er zijn nog mannen. Ja, ik zag hem al, maar in één keer gaat hij gussie geven. Nog zo'n Fiat. Iemand te rood? Nee, maar doei. Je leidt mij wel helemaal Rijswijk Delft Rijswijk in, hè? Mm-hmm. We gaan nu iemand ophalen zeker in Rijswijk. Nee. Niet? Waar dan? De Heek. Oh, die Heek. Oh, dan ga ik weer helemaal en rechtdoor zeker. Voorlopig wel. Oké. Okay. Nee, dan weet ik dat even. Ja, jij gaat daar weer tussen, oké. Okay. Toen was het groen. Kan ik doorrijden? Kan ik door? Yes. Dat doet er ook wel eens hoor. Dichtop zitten hoor. Je kan in principe niks als het een voertuig kwaliteit aankomt en zo. Nee. Je kan niks meer. Je zit er zo klem. Klem tussen de deur en de tram. Ja, nou, ik heb bijna anderhalf uur netjes zitten rijden. Nou, prima. Ik vind het gescheten. Ja, ik vind het nou goed. Ik vind het prima zo. Dag. Ja, wat heb ik met Ro afgesproken? Om netjes bijna anderhalf uur of hoe lang een examenles is. Een half uurtje, 35 minuten. Ja, nou dat bedoel ik. Nou, dat vind ik het netjes, Piet, dat ik zo netjes rij. Ja, moment. Wat zeggen je volgers ervan dan? Ja, nou, nee. die weten het. Maar dan mag je me ook wat meer op gaan corrigeren hoor. Gewoon in een half uurtje van netjes rijden. En daarna de beest uithalen. Juist, ja. Precies. Ja. Zoek het uit. Mag eigenlijk wel zwaar niet, maar... Wat doe je dat doen? Ja, weet ik niet. En die baan, dat rijdt altijd sneller op een of andere manier. Ik vind dat en dat logotje altijd wel leuk, hè? Dat duiveltje? Ja. Bij Volkswagen zie je dat veel. Ja. En nee, mensen, zoals ik nu zit mag eigenlijk officieel niet, maar... Maar van Piet mag het wel.
Karin wordt moe. Nee hoor. Wordt niet moe. Mensen, het is gewoon rijden met die app. Oh, hondje achterop. Oh. Goed baasje. Laat hem dan lekker liggen in een ander mandje of zo. Zo te zien was hij het water in geweest. Oh ja. Kijk, want dit vind ik relaxed te rijden zo. Kassie, jee. Ik weet het nog heel goed dat ik dat ene meisje moest ophalen. Mm-hmm. Waar zie je een flitskast? Ja, ik zie hem niet. Wauw. Ja, dat heb je als je van Mars komt. Van Mars, zegt hij ook nog. Hoe groot wil je hem hebben? Een lint eromheen. Ja, echt hè? Warm. Ja. Frisse lucht, Piet. Corona. Corona, frisse lucht. Lekker even. Alle ramen open, zeg maar. Marco, alle ramen ja. Open. Kan die persoon nog aardig rijden die ik zo meteen op moet halen, of wat? Wel? Ja. Gaat wel. Hoeveel lessen heeft diegene al gehad? Ik denk een stuk of 20. Recht door, dus je moet slingen. Oké. Ik snap wat je bedoelt. Ja, zo! Gassen. Mensen, zagen jullie dat? Het was... 2 seconden. Ja, 2 seconden. Hij blijft aardig hangen nu, hè? Blijf in je rijstrook. Ja, schat, sorry, mijn fout. Hier is het belangrijk. Er zitten natuurlijk ook naast je. Yes. Als je de rijt neemt, dan gaan we schuren. Niemand naast mij? Nee, nope, niemand. Mooi. Achter mij. Mooi. Verkeerslichten linksaf. Mele Stokelaan. Moerweg. En mijn moer is weg, hè? Wist je dat? Moerweg. Ja. Moer is weg. Ja. En mijn moer is weg. Gaan we echt nou serieus... gas geven ergens. Zuiderpark, ja. Zuiderpark. Zuiderpark. Ja. Ja, en als Torre. Gaan we door. Doei. Sense? Ja, oké. Okay. Makes no sense. Ja. Waarom is je zo zonde zo lekker warm? Mijn hemel. Trammetje mag eerst. Ja, Jo. Dat moet ik net zeggen. Ik wist blij dat ik hem zag. Karin. Sorry.
je nooit. Ja. Ja. Nee, dat kan je niet tegen de examinatie zeggen. Dat zeggen ze wel eens. Jammer, ik ben hier nog nooit geweest. Ja, en? Ja, ik rij hier nog wel eens rijden. Samen met Rome. Ja, helder. Ja, slaan die af. Mooi. Oh. Geen fietsers, geen bommers. Nope. Winkels bereikbaar. Nou, het is fijn dat de winkels bereikbaar zijn. Zat je mooi gezeten. Zat je toch mooi gezeten. Ja, echt hè? Rechtsaf. Ja, ja. Zo, het is daar druk of zo? Nee, nou, dat valt wel mee. Dat staat op beeld ook. Zo. Het lukt hem toch maar, hè? Ja. En fietsers krijgen hier ook gelijk groen met mij. Nee. Niet? Je hebt een pijllicht. Pijllicht, als het groen is, is voor de fietsers rood. Voor de voetgangers rood. Dus dan mag je gratis doorrijden, als het ware. Oké. Ja, en ik zie die bord al, die blauwe, dus... Daar moet je altijd kijken. Doe dat maar. Oh ja. Doe maar, geen maar oversteken. Dat is toch weer rood. Dus. Rechtdoor of linksaf? Rechtdoor. Blauwe bord met witte pijltjes erin. Kijk eens gelijk mooi groen. Doorrijden. Goed zo. Je bent meer naast ons? Nope. Ja, dat is mooi. Twee keer rechtdoor en eentje linksaf. Wij gaan linksaf. Mooi. Je moet er kijken, hè? Dat is wel handig, ja. Mooi cameraatje daar. Een bolletje. Ja. Bij de Lidl. En vlakbij Flyover. Almelo, ja, dag. Almeloplein. Ja, ik wil dat zeggen. Toegangskaartje als dank voor de steun tijdens de coronacrisis. Ja, dag met die coronacrisis. Doei. Dat is fijn. Kom eens een keertje weer met gewoon leuk nieuws. Zo. Nee, als je tv aanzet, nieuws is alleen maar ellende. Over Afghanistan, overstromingen, steekpartijen, blablabla. Ja, ik weet het. Waarom denk ik dat ik eigenlijk ook nooit meer nieuws luister of zie? Je wordt er zo deprimerend van.
is één en al ellende. Yes, ik heb het in de gaten. De paraaitandjes. Verkeerslichten, rechts. Oké. Transit Connect 90T200 Trent. Nobody? No. Dit was een rond verkeerslicht. Dankjewel. Ja, oké. Leienburg. Yes, dan gaan we het eerste straatje rechts. Hier zo gelijk in. Ja, geen fietsers onderweg, niemand. Rommeltjes. Wauw, serieus? Oké. Zo goed zo voor je?